Ja, dat is zo. Pipje, wakker worden. Pip, kijk eens wie er is. Ik had het open, maar Piet even mee moeten nemen. Ja, jouw pepernoot en dat is Lofiet. Wow. Oh, we gaan nog fruit eten. Nee. Kamer. Nee. Oké, nee. Dat is niet leuk. Ja. Zo. Gooi je en in je mond. Ja? En ondertussen gaat Lofiet samen met Pietje Pip lekker slapen. Welkom bij een nieuw Pips vlogje. Mijn naam is Ramon. We gaan nu naar schooltje van Pip doen. Pip zit op school, maar ik ben gebeld dat Pip zich echt helemaal niet lekker voelt. Vanmorgen merkte hij al dat ze niet helemaal lekker was, maar school heeft nu gebeld van ja, ze is echt te hangerig, ze is te ziek. Dus ik ga haar nu maar lekker ophalen, gewoon lekker thuis vertroetelen. Hier alvast haar jasje. En de tas. Hey, ben je een beetje ziekjes geworden? Heeft die juf jou gebeld dat ik hem kom ophalen? Koud is het, hè? Ja. Brrr. Nou, dat is het net Sinterklaastijd en dan word je ziek, dat is ook niet leuk. Ja, inderdaad. Ik hoop dat we snel binnen zijn, want het is alles behalve warm hier. Dan gaan we gewoon even lekker bank hangen, of niet? Zo. Zo beter? Ja? Jee, wil je de iPad erbij? Ja. Wat zie je? Love Piet? Love Piet? Laat zien. Oh, vind je die leuk? Ja. Buiten? Ja. Wat buiten? Is Lofiet buiten? Ja, waar? Wil je ook dat Lofiet komt? Ja, waar? Ja, echt waar? Ja, de beer. Oké. Spelen met Lofiet? Ja, voor mij. Wil je ook cadeautjes? Ja. En Lofiet? Ja. Cadeautjes en Lofiet? Ja, Lofiet? Ja. Ja, snap ik. Oké, jongens, nou heb ik een mega leuk idee. Ik weet niet of het gaat werken. Maar ik ga heel even bellen. Hoe vet zou het zijn als ik Lofiet, want die is weer in Nederland, of zij hier kan komen om Pip even lekker een knuffel te geven of wat dan ook. Ik ga er nu bellen. Ik hoop dat ze opneemt. Kijk eens, jongens, ik heb hier gewoon het nummer van Lofiet. Ik ga er even bellen. A few moments later. Jongens, het is gelukt. Lofiet gaat hier zo direct heen komen. Ze was hier in de buurt, zei ze. En ik ben echt mega benieuwd hoe Pip hierop gaat reageren. Maar pst, nog niks zeggen. Oké, jongens, Pip is zojuist in slaap gevallen. Als het goed is, komt Lofiet er zo aan. Ik wil eigenlijk wel filmen hoe ze reageert op het moment dat dan de deurbel gebeld wordt. Dus ik weet even niet wat ik moet doen. Ik denk dat ik er gewoon snel wakker maak als de deurbel gaat. Om te kijken hoe snel ze van slaapstand enthousiast wordt. En we wachten, en we wachten. Ja, eigenlijk wacht ik en zij liggen om te slapen. Er wordt aan de deur gebeld, we gaan even voor de zekerheid kijken of zij het is. Even kijken wat het... Ja, dat is zo. Hallo! Hey, Love Pieter, kom eraan. Hey, Lofiet! Echt heel grappig. Kijk, ze staat daar gewoon bij de raam. Lofiet! Hey. Ik heb alleen slecht nieuws. Oh, wat ja, dan? Pip is ziek, hè? Dat wist je dus. Ja, Pip ziek. Ik heb het net verteld aan de kijkjes. Pip is ziek. Maar ze is in slaap gevallen. Oh, nee. Ze liggen gewoon te slapen. Gaan we Pip toch gewoon wakker maken? Ja, dat is een goed idee. Als je daar blijft slapen, want ik bedoel... Oh ja. Als ik ernaast ga liggen, Lofiet even slapen. Ja, heb het ook gehad. Moet ik aflevering? Ja, ik denk het. Ja, het is ook zo zielig als ik straks zeg, Lofiet is hier geweest, maar je lag te slapen. Dat is ook weer waar. En weet je wat? Ik ga heel voorzichtig wakker maken. En hoop dat je niet schrikt. Wakker worden. Wakker worden, Pipje. Oké, hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze wakker worden gemaakt door Lofiet? Ja, ik denk gewoon duwen. Pip is trouwens een hele vaste slaper, maar dat heb je vast wel door. Ik weet niet of hij wakker krijgt. Oké, dat is toch wel het meest spannende moment van de hele dag, hoe Pip gaat reageren als er in één keer een Lofiet tegenover haar zit. Dat deden mijn Piet de ouders altijd vroeger. Deden zo de gordijnen open, de dekens van me af, nou dan word ik wel wakker. Pipje, wakker worden. Nou, ik tilde gewoon een beetje op, doe dat maar gewoon. Pip, kijk eens wie er is. Lofiet. Hey! Wow! Hey, Pipje, was je lekker aan het slapen? Ja. Ja, hier zo, met je dekentje zo nog eroverheen. Maak ik jou zomaar wakker? Maar ben je wel blij dat ik er ben? Ja. Ja? En ben je een beetje ziek? Ja, een beetje ziekjes.
Maar we gaan wel leuke dingen doen, toch? Ondanks dat je ziek bent. Ze weet niet wat er overkomt. Nee, kijk, kijk. Een cadeautje voor Pip? Er zit gewoon een cadeautje in. Oh, Pip. Ja, die is voor jou. Oh, cadeautjes. Wow. Wat is dat nou? Poepie Slime Surprise. Een van mijn favorieten. Even kijken hoor, hoe we het open moeten maken. Daar kan ik opa maar Piet even mee moeten nemen. Ja. Er zit allemaal een logo op jouw shirt. Heb je die speciaal voor mij aangedaan? Echt? Zelfde roze en Love Piet. Love. Kijk eens, laten zien aan mijn Pietjes thuis. Een echte Love Piet shirtje. Want jij wil ook heel graag een Pietje worden, hè? Ja. Nou, moet je eens even kijken wat er nog... Dit doen we een andere keer. Is niet leuk. Ik snap het niet. Wat zit er nog meer in de koffer? Kijk eens. Wat is dit? Oh. En wat is dit? Kijk eens. Hey. Kom maar zo, klap aan je handjes. En als ik je handen heb geklapt, dan ben jij een Pietje, ja? 1, 2, 3. Wow! Wow. Pip is echt een Pietje. Nou, wel een ideetje. Pip die wou niet eten, want ze is zo ziek. Ja. Maar ze moet eigenlijk even echt wel fruit eten. Oeh. Dus misschien dat jij kan, misschien dat ze bij jou wel een banaantje wil opeten. Als ze... Oh. 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 Oh, lekker. Het zou toch zo zijn dat ze bij haar wel gewoon de banaan gaat opeten en bij mij niet? Zou ze nu wel de banaan gaan eten? Oké, jij eerst. Nee, jij. Oké. Ja. Hij moet er onze lippenstift uit de banaan, denk ik, als eerst. Jij. Ik weet het al. We gaan het zo doen. Andere kant. Ze gaat gewoon weg. Nee, oké. Okay. We zouden fruit eten? Nee. Samen? Nee. Nou, zojuist patatjes gehaald. Ik ben benieuwd hoe het er thuis naartoe gaat, want het was nogal een zooitje. Maar dat kan je natuurlijk allemaal zien op het kanaal van Love Piet Blijf Slapen natuurlijk. Die ga ik ook zeker even checken, zodat ik weet wat er allemaal gebeurt in de tussentijd dat ik weg ben. Dit is voor een oproep voor de ouders. Als je kind nou heel erg ziek is, laat gewoon Love Piet slapen. En in één keer is er helemaal niks meer aan de hand met je kind. Pipje! Kijk eens! Lekker patatjes. Wauw, laat een Love Piet zien dan. Oh! Als Love Piet is geweest, dan ziet je huis er dus ongeveer als dit uit. Kijk, hier zo wat en hier en hier. Ik heb mij weer schuld. Ja. En normaal is het niet zo'n soortje hoor, Love Piet. Geef Love Piet nog een pepernoot. Maar, eentje. Ja, jouw pepernoot en dat is Love Piet. Oh, ze denkt, oh ja, ik geef, ja, oh, zo slim is ze dan ook alweer. Ik heb allemaal in één keer van begin naar alles. Wow. Maar dan heeft Pip natuurlijk weer meer, hè? Zijn duimpje omhoog ook. Heel slim van jou, heel slim schat. Ja, mama. En dat is dan. Oké, Box. High five. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Yeah. Kijk, en Love Piet blijft volhouden dat zij er geen soortje van maakt hier zo. Mag ik even concentreren? Nou, dat ging goed, Love Piet. Zo, Pip, en nou jij. Dus pepernoot gooien en in je mond. Ja, en nou gooien. Oh, wacht, oh, ik moet zo gooien. Oké, A. Oké, okay, nou het is tijd om te gaan slapen. Love Piet die had het erover dat zij alles ging opruimen hier, maar dat is niet helemaal het geval. Em. Ja. Wie mag dat gaan doen, die rotzooi weer? Nee, denk ik niet. Pip, waar mag Love Piet gaan slapen? Bij jou en papa's en mama's bed? Nee, kijk. Moet ik hier slapen? Oh, wauw. Pip. Wat een goed bed. Oh, nee. Maar Love Piet mag ook bij jou in bed slapen. Zullen we dat doen? Ja.
Dat is heel leuk. Oké, kom, we gaan pyjama aandoen. En ondertussen gaat Loofpiet samen met Pietje Pip lekker slapen. Jee. Nou, hier liggen ze dan. Oh, Pipje, ligt Loofpiet gewoon bij jou in bed. Nou, lekker slapen. Mwah. Welterusten. Doei! Slaap lekker! Wij gaan van weg, dan kunnen hun even lekker afsluiten. Superleuk dat Loofpiet hier gewoon is blijven slapen. Hoe krijg je een kind gewoon weer vrolijk? Hey, bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent, nou, Pip kan er nu niet even bij zijn. Zullen we het even gewoon... We doen van 3 tot 0. En bij 0 moet je dan abonneren, oké? Okay? 3, 2, 1. Abonneren! Yes! Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!